En dan heel goed ingegrepen door Zwaanswijk, die dus niet alleen met het hoofd kan verdedigen. De Graaf, Diba. De Graaf is doorgelopen en kan ook door. Als NAC dit goed uitspeelt, wordt het 4-0. Hier is Selmen voor zijn tweede. Redding Timmer. Dat kan nog altijd als Selmen snel handelt. Over de keeper. Oh, de goal! Wat een prachtige goal van Glenn Selmen. En zo is het 10 minuten voor tijd. 4-0. Feyenoord probeert nog de eer te redden. Daardoor worden de ruimtes groter. En daar maakt NAC optimaal gebruik van. Gedaan door de Graaf. Hij is vrij. Kiest de korte hoek. Daar ligt het been van Timmer. Maar dan dit. Hoe subtiel. En hoe makkelijk. Maar het is zo moeilijk om uit te voeren. Alles lukt bij NAC in de tweede helft. Tweede goal voor Selmen. En wat een beauty.